want it that way. Oh, hey. Jullie zijn er ook. Nieuwe dag, nieuwe vlog. Ja, voilà. Dat is voor vandaag. Hey, welkom bij de vlog. Behind the scenes Sunday. Ja, want we tonen altijd een stukje van ons leven achter de schermen. Vergeet u niet te abonneren rechts onderaan en een duimpje, want ik ben een emotioneel wrak anders als we heel weinig duimpjes hebben. Ja, papa, zie. Papa is een emotioneel wrak. Dat is zo. Goed duimpje. Chip, vandaag spelen we het associatiespel. Wat denk je bij emotioneel wrak? Papa. Chip zei gisteren voor de eerste keer vogel. Ja, nou, hij zei ogel, maar we waren wel helemaal onder de indruk. Het raam stond open en we hoorden de vogels en hij was de hele tijd... En wij zeiden, dat is een vogel. En hij zei, ogel. Vogels, hè? Chip, we hebben vogel. Het niet gefilmd. Ah, we hebben trouwens nog een verrassing voor jullie. Wat is de tip van de week van Oscar? De tip van de week van Oscar is dat als je rijst niet in buideltjes koopt, maar gewoon in pakken, dat je ze moet afspoelen voor overdreven zetmeel. En je moet ze ook koken met een schutje azijn, want dat is lekkerder. Ja, maakt alles meer aan elkaar plakken. Meer aan elkaar plakkend, want iedereen heeft graag plakkende rijst. Dank u, Oscar. Dank u, Oscar. Otto? Nee, schatje, dat is een strand. Maar dat is lekker. Wisten jullie dat Julie en ik cd's nog voor elkaar maken? Is dat een zin? Wisten jullie dat Julie en ik nog altijd cd's voor elkaar maken? Dat is een betere zin. Nee, altijd hoor. Wisten jullie dat... Jawel toch? Want nog mensen altijd. Doen dat toch niet meer? Maar nog altijd... Snap je, dat klinkt alsof ze wisten dat we het al deden. Dat we het nog altijd doen. Nee, maar niet als in zij moeten het weten, maar... Dat klinkt wel. Wist je dat, ondanks dat de cd aan het uitsterven is, Julie en ik nog altijd cd's maken voor elkaar? Dan klopt het wel, hè? Is de cd aan het uitsterven? Dat denk ik. Die van mij heette allemaal emo-kots. Hashtag emo-kots. Die van Julie hebben allemaal andere... benamingen. Ik ga ze gaan halen. Uit de auto. Wat? Moet dat hier nog maar naar buiten gaan en al in de regen? Ja. Ik ben ook nog aan het monteren. Ik ga er gewoon een paar opzommen. We hebben en de artwork tonen. Is dat mooi? Ja. We hebben... Het is een beeld. BBBB. My Valentine. Voor Valentijn 2021 gemaakt. Ik weet niet voor wat BBBB staan niet meer. BBBB, my Valentine. Oh, is het echt? Ja. Oh, dat is kei lief. Breit is de eerste thema-cd. Het thema was home. B-Boys Summery Sunshine Mix CD. B-Boys Eclectic Mix Volume 3 Yummy Edition. Dat was toen we Yummy deden. B-Boys tweede thema-cd. Ik weet niet meer wat het thema was. De Amai, dat is een goed nummer cd. B-Boy editie. Deze week staat een teken van muziek en dat heeft te maken met twee mensen die we heel graag zien. Ja. Julie is gaan werken, dus ik moet me bezighouden met mijn favoriete duo op het internet. Oké, die gaan we volgende week bellen. Maar ik heb het over jullie, hè, jongens. Allee, ja. Ik weet niet of ik zoveel voor jullie beteken, maar... Wij zullen nu nooit vergeten wat jij voor ons betekend hebt in onze jeugd. Echt waar. Je hebt ons gevormd en dat menen wij ook echt, hè. Oh, wacht, als jullie thuis is, dan gaan we echt vieren, denk ik. Dominic en Joris. You got a friend in me. Even de duidelijkheid, het is 11:30 s'avonds. Wat het chip moeten wakker maken, die hoort dat graag. Lieve. Ga je dromen op het werk? Nee, dat is weekend. Je moet morgen niet werken, bedoelde.
We hebben nog tijd voor één plaatje, Dominique. En dat is helemaal speciaal voor Julie en Breiten, die ons via de app laten weten dat ze de groetjes doen en dat ze aan het luisteren zijn. De groetjes terug. Oh ja, lieve Breiten en Julie. Dit is een plaatje helemaal speciaal voor jullie. Laat de zon maar snel schijnen in onze harten, in onze levens. Dit is mijn favoriete nummer van de Beatles, Martha, My Dear. Een cd met enkel nummers waarvan hij normaal zegt, amai, dat is een goed nummer. B-Boys, WTF is this Guilty Pleasure Mix CD. We maken dus schijven voor elkaar, hè? Maar echt. Studio Brussel, Eminem, Balance, we maken jullie mixtapes. A bitching soundtrack for a bitchy year, 2020 Spring Edition. Ik weet niet wat. Ik weet niet wie in beeld zit. Hallo! Ja, jongen, dat is niet goed voor mijn herstel. Zoals vorige week gaan we morgenavond weer luisteren naar de geallieerden. Zijn jij morgen thuis? Nee. Ik zit in de auto waarschijnlijk op dit moment. Ah nee, ik ben op hotel. Voilà. En je kan dan ook lid worden van Club Clouseau. Op Facebook. Op Facebook. Mijn mama was vroeger goed fan van Clouseau. Ja. En daarom het eerbetoon ben ik lid geworden van Club Clouseau. Maar ze zijn er nu 100 leden. Ja, we zijn. Yes, wij zijn de 100ste leden. We zijn het 99-100. Yes, yes. Team. Club Clouseau. Club Clouseau. Club Clouseau. Club Clouseau. Club Clouseau. We gaan morgen weer les naar de geallieerden en misschien met een snack erbij. Waarom ga je naar een snack? Dat weet ik dus toch niet, hè, Julie? 9 uur, ga je naar snacken om 9 uur? Nee. Is er ook geen intermittent fasting meer aan het doen? Nee, dat is waar. Morgenavond op Joe FM, de geallieerde van 9 tot 12 met Dominique van Malder en Joris Hessels. Dat was mijn beste radiostem. Dat is echt super luid. Apetrot ben ik. Chip Heiger van der Donk. Hij belt je voor al je... Voor al je wat? Hij belt je op heel ongemakkelijke momenten. Chip van der Donk. We hebben ook de contemporary Wiwak, volume 1. Wiwak wil zeggen, When I Was a Kindje. B-Boys Schizophrenia Attack, volume 1. Jullie heeft iets met volumes. B-Boys Birthday Surprise Mix CD. Wat is het eerste nummer? Dingen. Happy Birthday. Nee, van Stevie Wonder. Happy Birthday to you. Dat is ook op afstand. Jullie is ergens anders. Maar kijken we samen naar Joe FM, naar de geallieerden. Ik zit op hotel voor het werk en ik ben mijn dag aan het afronden. Met nog een beetje werk op de iPad. Is er iets beter om dat te doen tijdens de show van Joris en Dominique? Ik dacht het niet. Die stuurt volgend bericht in onze Club Clouseau Facebookgroep. Die man is de Jingleman. Ik denk dat hij Karel noemt. De Duxie. Zeg, Margriet, ja, jij bent het orakel. Jij kent alle antwoorden op alle vragen. Maar alles wat dat je zingt, klopt. Dat is onwaarschijnlijk. Ja. De desbetreffende persoon. Hey, het moet niet altijd Clouseau of Tina Turner zijn. Dat mag wel, hè? Altijd. Dat mag, dat mag. Maar er mag ook Sabaton. Ik ken de koeien heel eerst op. Mm-hmm. En ik wist eigenlijk niet direct dat Clouseau was. Dus ik heb het natuurlijk over Anne van Elzen. Anne van Elzen, goedenavond. Je bent ook niet Koen de Bouw, bleek dan vorige week. Oktober. Deze heet gewoon Oktober. Dit is de White Album. Omdat Julie had er niks op getekend, ze was het vergeten. Ze heeft mij afgegeven. En dan zei ze, oh nee, daar staat niks op. En dan heeft ze het herschreven, herdubbed naar de White Album, zoals de Beatles. B-Boys Christmas Palooza! Oh, Jolly, volume 1. Jullie weten mijn volume, is dat ook alles? B-Boys Sinterklaas en Rock'n'Roll Editie. Het is heel eclectisch. B-Boys derde thema-cd, The Head Over Heels Love Edition. If Brulli was een liedje. Want Brulli, hè? Breiten, Julie, Brulli. Q, ons kind is aan het husten. Ik zou die van Breiten tonen, maar daar staat gewoon op Emocots 1. Emocots dat is niet waar. 2, oh, ik heb 2. Ook Emocots 7 is... The Four Jamaicans.
Omdat dat leek op The Force Awakens, Star Wars film. Why do you have to go make things so complicated? Dus als jullie thuis ook zo'n cd willen, van Brulies Collection, laat maar eens weten in de comments beneden. Boe. Als jullie super benieuwd zijn aan die playlisten die daarop staan, mocht dat altijd vragen. Hij zegt, ik ben nog op zoek naar een Valentijn cd, of ik ben op zoek naar een kerst cd, of amai, die contemporary Wiwak, dat zijn we wel iets. Stuur een sms'ke, stuur een mailtje. Of een emo-kots, hè. Je moet niet alleen maar cd's van jullie willen, hè. Moet je ook een emo-kots vragen, hè. 1, 2, 3. Mijn lievelings of... emo-kots cd is emo-kots 5. Ja? Ja. Waarom? Omdat ik die van begin tot einde... Kom even. Ah, de rest is... Ik spoel nooit nummers door, hè, dat je erop zit. Maar bij sommige nummers denk ik... Maar, ja, dat is het einde van de vlog. Nee. Bedankt om te kijken deze week. Bedankt om te kijken weer deze week. En het is het einde van onze vlog. Dankjewel. Dankjewel. Je wildchip is sorry, het is het einde van de vlog. Dankjewel.